Wij starten hier vandaag bij Bakkerij Ensing in Holdersveld vanwege het 100 jaar bestaan. Ik heb hier de bakkersvrouw bij me staan. Gefeliciteerd, bakkersvrouwen. Ja, nou, dankjewel. Een hele prestatie, of niet dan? Ja, zeker een prestatie. Maar wat moet je daar nu allemaal voor doen om 100 jaar te kunnen bestaan als bakker? Nou, je moet goede spullen verkopen, wat goede kwaliteit en de prijs moet er ook nog in. Ik denk, als je dat combineert, dan heb je een heel goed product in de winkel. En het is natuurlijk ook keihard werk wat bakkers aan gaan. Hoeveel bakkers hebben jullie in dienst die het brood hier bakt? De bakkers, oh, ik heb zo geen idee, maar voor me wel een stuk of 10 totaal. Voor banket dan en het brood. En wat doen ze zelf voor werkzaamheden dan hier in de bakkerij? Ik sta hier gewoon in de winkel om mijn beste te doen, een brood te verkopen en gebakjes. En dat lukt wel goed, dacht ik. En wat verkoop je nou het meeste aan broodsoort in de bakkerijen? Broodsoorten giet, denk tarwe tijger, dat giet toch wel het meeste. Dan vindt ze toch wel aardig lekker brood hier. Dus het bruine brood giet het toch met strieken? Ja, het tarwebrood. Ik denk wel dat het hier wel het beste giet. Witbrood ook wel. En het tarwe vindt ze ook lekker, want we krijgen wel klanten uit de Hoogeveen. En uit Nieuwlanden. En ze komt wel meer plaatsen, maar niet alleen in ons veld. Dus, En wat is nu het verhaal tussen wit en bruinbrood? Men zegt, wij hebben van u uit middenkregen dat bruinbrood gezonder is als witbrood. Is het verhaal nu een fabeltje, ja of nee? Nou, witbrood is ook wel gezond natuurlijk. Er worden gewoon van de tarwekorrelen gemaakt. Maar als je volkoren hebt, is het nog weer gezonder, want er worden hele korrel gebruikt. Als je gewoon tarwe en wit hebt, dan wordt gewoon het binnenste van gebruikt. En als je volkoren hebt, dan wordt het vliesje er ook van gebruikt. En dat is vaak beter voor de darms en voor de, ja, wat gezonder is. Beter voor de stoelgang, zo gezegd. Ja. Ja. Het is niet zo dat wit en tarwe slecht is. Dat is het niet. Want ja, het voedt wel natuurlijk. Maar ja, iets donkerder is wat beter. Ja, maar is het motto van hoe donkerder hoe beter? Want ik heb ook wel eens gehoord het mout erop en zo. Is dat beter of slechter? Nee, hoe donkerder hoe beter, dat is niet zo. Als het de hele korrel maar gebruikt wordt. En hoe donkerder, dus vaak zit er mout in, gebrande mout. En dat maakt de kleur vaak zo donker. En dat is niet zo dat het nog gezonder is. Nee, en bak de bakker nog steeds op de ambachtelijke wijze het brood zoals het voor een aantal jaren nog ging? Of is het tegenwoordig zo gemarginaliseerd dat de bakker 's morgens op zijn bedden kan blijven liggen? Nou, ik kan niet op zijn bedden liggen, want ze met de 's nachts willen echt wel wat voor doen. Maar het wordt natuurlijk wel meer met de machines gemaakt, want anders kunnen ze de productie niet aan. Want we hebben niet alleen de winkels hier, we bakken ook voor andere voor supermarkten en zo. Dus nee, dat zal niet meer kunnen. Dat kan vandaag niet meer. Nee, dat klopt. Ik kom hier de winkel binnen en dan draagt jullie hier de echte bakkersgeld. Moet je daar wat voor doen of kriet zo? Nee, dan moet je wat voor doen. Dan moet je alleen de kwaliteit nemen. Want elk jaar komt ze controleren. En dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. Dan moet je bepaalde cijfers halen. En als je die niet haalt, dan mag je die namen niet meer dragen. Dan krijg je ook boetes, kun je er zelfs voor krijgen als je aan bepaalde eisen niet voldoet. Dus in elke keer zitten wij er nog een boom, dus dat zit wel goed hier. Een soort keuringsdienst van waarden die zo af en toe zijn gebakje op komt halen als ze zin hebt. Ja, maar die kijkt niet alleen naar het gebak. Die kijkt ook hoe je de winkel hebt, hoe je de presentatie hebt. Die kijkt eigenlijk over naar hoe wij ook een baby bent, hoe de kleding is. Eigenlijk alles. Alles bij elkaar. Dat pakt ja, daar kijkt ze dus naar. Het totaalplaatje. Het totaalplaatje, ja, precies. Nou, hartstikke bedankt voor het interview. Ik wens u nog heel veel plezier in de bakkerijen. En ik vind het fantastisch dat hij ons als Hoogeveen online te woord hebben gesteld. En ik zou zeggen, ik kom vast nog eens een keer een gebakje aan. Nou, dat moet je altijd doen. Dankjewel.